Ik ben ook zeer vatbaar en je zal begrijpen waarom, voor de oproep die Chris van Daabele, VRT-journalist, doet. Ja, die heeft kanker en een operatie wordt uitgesteld omdat de agenda's zijn volgeboekt wegens corona. Ik verneem dat de helft van de covid-patiënten op intensieve zorg niet gevaccineerd is. 50% van de beschikbare bedden op intensieve zorg wordt bezet door een minderheid van 10% van de bevolking. Dat is een feit dat statistisch vaststaat. Daarom heb ik een vraag aan al wie zich niet heeft laten of zich niet wil laten vaccineren. Namelijk, beseft u dat u deel uitmaakt van een groep die er verantwoordelijk voor is dat behandeling en die van talloze andere patiënten moet worden uitgesteld? En beseft u dat dat, sorry voor de dramatiek, voor mij en hen een kwestie van leven is?